De toenemende verkeersdrukte en de knelpunten in het centrum van Groesbeek zijn niet eenvoudig op te lossen. Dat zegt wethouder Sylvia Fleuren naar aanleiding van de themaavond over mobiliteit in het centrum, die woensdag 15 mei wordt gehouden. Toch moeten gemeenteraadsleden van Bergendal een duidelijk standpunt gaan formuleren over de verkeerssituatie in het centrum van Groesbeek. Er komt een mobiliteitsonderzoek, maar het is belangrijk om als gemeente vooraf duidelijk voor ogen te hebben wat er moet worden onderzocht en wat je wilt bereiken. Dat soort zaken worden besproken op de themaavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Groesbeek.